De fotogalerij van uh, allen die in Bladel burgemeester zijn geweest, die is helemaal bijgewerkt, want uh, Remco die hangt erbij. Leegte? Nee nee nee, we gaan op bezoek bij de man die op dit moment het vaandel heeft uh, overgenomen en met trots en met verve draagt. Willy Bort van Beek. Ja, welkom. Leuk dat u uh, er allemaal bent. En dat ik het mee mag maken om door u eh, geïnterviewd te worden. Um... Hier, hier is het een beetje de gewoonte dat ze je en jij. Te... Ja, ja beetje... ik, ik, ik zal dat ook proberen. Maar, maar, maar het, het, uh, de, de kans dat ik me daarin een keer vergis, dat, uh, dat, dat kan voorkomen. Ja, maar tegen maar... zo'n kanjer als, als jij bent, dat, dat, daar zou ik toch altijd u moeten zeggen. Dat, uh, uh, dat kan dat wordt wel eens over, uh, overdreven. We gaan het uh, zien, we gaan het zien. Ik, uh, maar, maar ik ben wel heel erg trots dat ik, uh, dat ik hier uh, uh, een periode een, een half jaar, misschien acht maanden, ligt eraan hoe lang de procedure loopt, maar uh, dat ik hier mag invallen. Kan je mij nou eens uitleggen waarom ze dan kiezen voor een waarnemer? Want uh, Remco die wist op 26 oktober dat hij weg zou gaan. Dan, dan... Uh, het is zo dat. Uh, die, die keuze die wordt gemaakt door de commissaris van de koning. Mm -hmm. um, en tegenwoordig is het zo. Vroeger was het echt een keuze. Dus dan, dan overwoog de commissaris: zal ik, zal ik er een waarnemer neerzetten of zal ik dat niet doen? Um, tegenwoordig is het uh, zo dat ze eigenlijk standaard een, uh, een uh, waarnemer benoemen. en um, uh, Dus wat dat gaat, was het logisch. Ik ben gekomen één dag nadat. Uh, mijn voorganger is vertrokken. Uh, en dat gebeurt dus eigenlijk overal. Wij hebben iets uh, gemeenschappelijks. Hebben wij iets gemeenschappelijks? Amsterdam. Amsterdam. <laughs> Ik kom er net vandaan, ja. Uh, um... welke, welke buurt ben je geboren? Vertel dat toch eens. Ik ben geboren op de Oudersreis voor Burgwal. Nou, een leuke buurt. Ja. Maar iets verderop, want recht tegenover wat vroeger het gemeentehuis was. Oh, ja. En waar nu een zeer gerenommeerd restaurant zit. En, uh, en uh, naast het vroegere stadsgyro-kantoor. Nou zitten we hier in Bladel, in de Kempen. En daar willen ze altijd heel graag weten van wie is die en van de die en de die. En dus ik, ik moet even dat soort persoonlijke dingen doen. Ja. Hoe, hoe de ouderlijk, ouderlijk gezin? Uh, uh, mijn uh, vader en moeder hadden vijf kinderen. Twee zoons en drie dochters, oftewel, ik heb nog één broer en, uh, en, en, en drie zusjes. En uh, mijn vader had een uh, accountantskantoor in, in Amsterdam, uh, aan de Keizersgracht. En we hebben dus de eerste, tot tot 1955 hebben wij in uh, Amsterdam gewoond. En daarna zijn we verhuisd naar het Gooi. En van daaruit uh, ben ik verder gegaan. Waarom gingen jullie verhuizen? Maar was je vader uh, gepensioneerd ofzo? of uh... Nee, 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 oh nee, 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 die was toen nog jong. Nee, um, um, het, het was allemaal niet zo makkelijk na de oorlog, uh, want dat spreek je daar, de, bij, ik ben 49, dus uh, dat... Um, uh, d, d, het was niet zo makkelijk om, om passende woonruimte te vinden, dus er waren heel veel mensen die uh, vanuit de stad uh, verhuisden naar het Gooi. Dan ben jij van 1949. Wanneer krijg jij nou je, je eerste uh, dromen over de toekomst van dat wil ik worden? Dat wil ik zijn. Dat was eigenlijk al redelijk jong, op de middelbare school. Uh, mijn eerste vertegenwoordigende functie was in de derde klas middelbare school van de HBS. Toen. Uh, werd ik gekozen als klassenvertegenwoordiger? En toen mocht ik voor het eerst met, uh, met uh, de schoolleiding praten over, over alle, alle, alle dingen die, uh, die ons aangingen. En, uh, en eigenlijk ben ik vanaf dat moment altijd uh, werkzaam geweest in, in, in gekozen functies. Heb ik mensen mogen vertegenwoordigen. En dat is een hele, uh, hele, hele uh, mooie taak als je dat. Mag doen als mensen je de vertrouwen geeft en zegt je mag mede namens mij die beslissing nemen. Dus dat is later gebeurd toen ik in de gemeenteraad zat of in de Staten of in de Kamer. En er is ook een tweede moment uh, geweest uh, um, waarop, uh, waarop het misschien wel helder uh, was wat ik zou moeten gaan worden. En dat is uh, als er namens een groep iemand het woord moest voeren bijvoorbeeld na de, 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 de afsluiting van de middelbare school uh, alle docenten bedanken, maar ook iets zeggen over, over de toekomst van het onderwijs en, en noem maar op, dus ook inhoudelijk een bijdrage, uh, dan mocht ik dat doen. En dat was ook de eerste momenten waarop ik in de pers verscheen, uh, uh, waarbij uh, iedereen zei, kijk, het is fantastisch, dat heeft hij allemaal bij ons geleerd. <laughs> ja. Uh, maar dat heb ik ook gedaan toen ik afgestudeerd was in Amsterdam. Studie, nee, want je gaat de economie studeren? Ja, de, de Hoge Economische School. Uh, en, uh, en, en toen ik daar af, afgestudeerd ben. Ik, ik heb in mijn studietijd heel erg veel gedaan voor de studentenbelangen. Dus we hebben heel veel. Uh, uh, in de politiek uh, zijn we bezig geweest toen. En toen werd ook al voorspeld: jij komt nog wel eens in de Tweede Kamer. En, um, en wat dacht je dan? dan? Denk je, kom op zeg, of wat dacht je? Nou, uh, <laughs> ik denk dat ik dat wel een aardige suggestie vond. Maar oh. <laughs> dacht je niet van, oh wacht even, dat is uh, wel heel boven mijn muts Nee, maar wij, wij, wij gingen uh, met, met een organisatie, een studentenorganisatie, mochten wij voor het eerst meepraten uh, met, met, met de ontwikkeling in het onderwijs. En, toen we onze zin niet kregen, toen gingen we naar de Tweede Kamer en gingen we alle onderwijswoordvoerders langs. En, en uh, is het ons gelukt om een, om een motie uh, aangenomen te krijgen. Maar ik heb toen ook voor het eerst met uh, de minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Onderwijs gesproken. Minister Veringa en staatssecretaris Grosheide waar was dat toen. Uh, en... en um, Um, en daar kwamen wij voor de, voor de belangen van, een, van, uh, van, uh, van, het, van het onderwijs uh, praten. Maar, maar, maar kon je dat zomaar, uh, zomaar. Wij gaan even daar praten? Hoe. hoe, nee, hoe nee, nee, maar. Uh, uh, uh. We, we, kijk, uh, de eerste keer is de moeilijkste. Dat is met alles zo. En and, and op een gegeven moment leren ze je kennen en dan zeggen ze: ze zijn wel lastig. Oh, nee. Maar ze. Maar ze, ze zijn wel positief. Uh, en ze hadden op het ministerie van Onderwijs ook goed door. Dat als ze ons aan hun zijde hadden, uh, dat dat ook zijn voordelen had. Kortom, uh, um, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Nou, het was eigenlijk meer voor mij de vraag van. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Je bent student en je zit in een of andere uh, 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 vereniging. Je zit s'avonds te praten en, en de wereld te verbeteren. En, en dan, dan, dan flik je dat zomaar. Om, om daar even naar binnen te. Ja, dan moet je natuurlijk wel afspreken, dat snap ik wel. Maar je, je flikt nee, het maar even. Het we, 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 we. was een mooi groepje waar we dat mee gedaan hebben. En, en, en hebben ontzettend veel geleerd. En ook vreselijk hard gewerkt. Want uh, ook toen al had ik zeven uh, dagen en die had ik ook echt alles even nodig, want uh, op het moment dat je uh, je tijd besteedt aan, aan, aan overleggen met, uh, met de Tweede Kamerleden of met, met de staatssecretaris in Den Haag of, 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 of noem maar op. Ja, dat is tijd dat je niet kunt studeren, dus dat moet je de, de tijd dat je uh, terug bent, moet je weer aan, aan de bak. Je bent klaar, je gaat bij Philips werken en je, je stijgt daar op de ladder, wordt financieel manager. Ja, ik, eh, ik had stage gelopen bij de Hoogovens en ik had voor mezelf voorgenomen, nou bij zo'n groot bedrijf wil ik nooit werken, want wij zaten daar met 20.000 man op één terrein. En ik vond dat niet fijn. En toen zei de personeelschef van Philips, waar ik toen op enig moment een gesprek mee had: Hij zegt dan moet je bij ons eens komen kijken. Wij zijn veel kleiner. Nee, we hebben bedrijven die zijn allemaal georganiseerd uh, uh, als middelgrote bedrijven. Uh, met, met 1500, 2000 man personeel. Uh, en dat was ook zo. Ik ben uh, 18 jaar uh, uh, heb ik gewerkt bij, bij, bij Philips, uh, merendeel in de lichtgroep. In de TL-fabriek, in de lampenfabriek, in de chemische fabriek, eh, op de commerciële or organisatie in Eindhoven, maar ook eh, op, op, bij de, in de toren bij de raad van bestuur als adviseur. En, um, en, en, en het laatste was ik eh, financieel directeur van een transport- en expeditiebedrijf. Op acht is dat? Op acht, ja. En, en, eh, dan nou snap ik ook waarom je in Marhezen ging wonen ja. en eigenlijk eh, redelijk kort daarna wethouder werd. Dan ga je de politiek in, dus. Ja, ik was uh, 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 op enig moment uh, al, al via lid van de gemeenteraad. En uh, ik werd toen overgeplaatst van de, uh, de Emma-singel in, uh, in Eindhoven naar de fabriek in, in, in Marezen. En vlak daarna werd ik ook gevraagd om wethouder te worden. Dus toen heb ik uh, toch een aantal keren heel diep moeten ademhalen om uh, mijn directie te gaan vragen. Of ze het goed vonden dat ik dat combineerde. Combineerd? Combineer? Combineren, dat, dat was in die tijd. De kleine gemeenten hadden, hadden wethouders die, die daarnaast gewoon een baan hadden. Okay. En uh, dan is... Uh, 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 blijft het niet stil, want dan word je gedeputeerd. Toch ook niet menselijk? Ik ben uh, op enig moment. Uh, 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 heb ik de overstap gemaakt naar, uh, naar de Staten. Ik ben zes jaar lid van de Staten uh, ge geweest en toen uh, ontstond er tussentijds een vacature, uh, omdat de VVD-gedeputeerde uh, vertrok. En toen zei de fractie, uh, nou ben jij aan de beurt. We hebben het nou over de Staten. Als, het, als ik zo vrij mag zijn, even helemaal hier buitenom. Het is 2 maart, over 14 dagen zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Waarom moet ik... Gaan, gaan stemmen? Nou, de, 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 ik vind altijd dat je een, dat, recht, dat stemrecht wat je hebt uh, moet benutten. Want anders ben je, raak je ook de, 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 je, je, je invloed kwijt. Uh, maar laat ik zeggen, op het ogenblik zeker. Uh, de, de Staten zijn altijd veel belangrijker geweest als mensen uh, dachten. Uh, maar de laatste jaren uh, is het ook veel meer zichtbaar, omdat je ziet dat een groot aantal zaken, daar wordt de hoofdlijn wel bepaald in Den Haag, maar daarna wordt de uitwerking uh, wordt, uh, wordt vooral op provinciaal niveau bepaald. Uh, en, 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 en hoe dat gebeurt, ja, daar, daar stem je over, dat, uh, daar wil je graag invloed op, uh, op hebben. Dat was in mijn tijd overigens ook al hoor. Toen ging het niet over stikstof, maar toen ging het bijvoorbeeld over waar scholen gevestigd moesten worden. of waar ziekenhuizen gevestigd moesten worden. Dat is later is, is dat, is dat weggegaan. Maar uh, de, 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 de provincie hebben altijd een. Uh, naast een aantal hele concrete taken, uh, ook een aantal plannende taken uh, gehad. En wat heel bijzonder was. Ik was uh, de, de, de gedeputeerde financiën. Uh, en toen we. De, de, zoveel jaar geleden een hele mooie verkiezingsuitslag maakte. Toen kreeg ik er na de verkiezingen ook de bestuurlijke organisatie bij. En heb ik dus uh, aan de wieg gestaan van een hele grote groep uh, herin, herindelingsvoorstellen die toen uh, in, in Brabant uh, uh, zijn vorm gegeven. Want ik denk dat toen ik kwam, toen hadden we ver boven de 100 uh, Ver boven de 120 uh, 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 gemeenten. En toen ik wegging, hadden we er nog 60 of zo. Ik bedoel, dat, dat was echt. Uh, dat was, wel. Het, 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 het was een enorm uh, proces geweest. Snap je dat ik het af en toe. weet ik niet goed, niet goed raad. Als ik nou om me heen vraag: waarvoor zijn eigenlijk die provinciale staten? Weet je daar iets van? dan krijg ik toch heel vaak te horen: is dat niet een hele gebouw langs de A2? En meer weten ze dan niet. Nee, nee. Nou, dat, dat prachtige gebouw. Uh, want we, we mogen trots zijn op, uh, op ons provinciehuis. Uh, een geweldig mooi ontwerp uh, van Maaskant. Uh, uh, maar als je kijkt wat, wat, uh, wat de provincie doet op het gebied van milieu. Als je kijkt hoe belangrijk ze zijn voor de ruimtelijke ordening. Als je ziet wat ze doen voor natuur. Als je kijkt wat er gebeurt op het gebied van provinciale wegen. Uh, uh, als je kijkt wat, wat er gebeurt op, op, op het niveau van kunst en cultuur, uh, het Brabant-gevoel, ja. Uh, uh, dan zeg ik ja, uh, het is niet alleen dat mooie gebouw, maar het is vooral wat er gebeurt. Ja, ik snap het. Dat, uh, maar je, je snapt dat ik af en toe wel denk van, uh, hoe krijg je dat nou wat beter tussen de oren? Uh, af en toe eens naartoe gaan. Uh, gewoon eens volgen. Uh, dit, het is, als je ziet, uh, als de Provinciale Staten vergaderen in die geweldig mooie zaal, ja, is ook, ja dan is het, uh, dat is echt het Brabants parlement. Ik ben helemaal blij te kijken zeg. Ja, ja, nee, maar ik, ik, ik ben een parlementariër. Ja, maar daar gaan we nou op door, hè? want hoe kom je nou toch in de Tweede Kamer? Dat is nou nog even een niveau hoger, hè? Um, ja, um, op enig moment, uh, uh, toen ik uh, zes jaar uh, gedeputeerde was, dan komt het moment dat je, dat je opnieuw moet nadenken over je toekomst. En uh, toen waren er drie mogelijkheden die toen besproken zijn. Eén is, uh, do, doe dan nou nog een periode mee, dan kun je uh, nog vier jaar gedeputeerde blijven. Tweede mogelijkheid was, uh, ga ergens solliciteren als burgemeester, want dan kun je in Brabant blijven. En een derde uh, mogelijkheid. Ik heb toen een gesprek gehad met Frits Bolkestein. En die zei: Ja, ik zou het wel leuk vinden als je naar Den Haag komt. Uh, alleen ik ga er niet over. De, 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 maar je bent welkom in mijn fractie. En toen ben ik onderweg ben ik naar huis gereden. En toen heb ik naar huis gebeld en gezegd: Ik ben eruit. <laughs> ik, ben eruit. Zo. <laughs> ik ben eruit. Ik ben uh, eruit. Ik ga het proberen. Dan word je op een gegeven moment ook nog fractievoorzitter, ook hè? In een moeilijke periode met die heersialier. Wat een drama. Wat een, wat een spotlight. Ja. Um, dat is. Dat, dat, um, ik heb het niet altijd makkelijk gehad. Uh, en dat is maar goed ook, want daar leer je van. En. Uh, um, ik, ik had die periode ook nooit willen missen. Het is. Uh, um, uh, ik, ik heb destijds uh, ja nachtelijke debatten meegemaakt. Uh, uh, de die waar, waar toen het paspoort van, van werd ingehouden. Uh, het kabinet wat halverwege de nacht uh, viel. Maar wat we pas de volgende dag uh, verder vorm hebben gegeven. Ja, het oh, is, is heel bijzonder. En dan word je fractievoorzitter en dan word je dan dan, stopt, dan word je opgevolgd. Ook door niet zo'n heel kleine jongen en Mark Rutte als fractievoorzitter. Ja, ik had gezegd, er was een, een actie gaande uh, dat de partij uh, koos wie de nieuwe lijsttrekker zou, uh, zou worden. En ik had gezegd ik treed terug op het moment dat het helder is wie dat wordt, want uh, dan moet je de nieuwe fractievoorzitter de kans geven om, om profiel te krijgen. En dan nou was in een, ook intussen het kabinet nog gevallen. Dus dat, uh, dat hield in dat dat, uh, dat, dat, dat dat versneld zou gaan. Uh, dus ik heb toen, uh, ik, ik weet in werkelijk niet meer welk, welk jaar, maar op enig jaar, vlak voor de vakantie, hebben wij toen uh, de, 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 de hamer uitgewisseld. Dus het ook, hangt ook in de, in de Haagse uh, Tweede Kamer, en, en in de Wandelgang bij de, de VVD-fractie, een hele mooie foto, dat wij de 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 de, de, de hamer aan, aan, aan elkaar overdragen. Maar welke hamer kreeg jij dan? Want ik heb ge, gelezen, ik heb natuurlijk ook, ik heb, ja. ik, ik heb niet een soort hobby gemaakt van jou te volgen, maar er ja. zijn wel, me, hoe heet het, methodes om, de, om de, wat, wat zeker, zicht te krijgen. Zeker tegenwoordig, ja. ja uh, want je wordt dan commissaris van de Koning in Utrecht? Nee, 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 nee. dat, dat, dat is een sprong te snel. Uh, ik heb het overgedragen aan, uh, aan, aan, aan uh, de man waar ik, waar ik ongelooflijk veel vertrouwen in, in, in heb en had uh, en nog altijd ongelooflijk uh, bevriend mee ben, uh, Mark Rutte. En ik heb gezegd ik doe een stap terug. Uh, maar ik ben voor je beschikbaar. Dus ik uh, ben in de fractie gebleven en ik ben uh, fractiesecretaris geworden. Uh, dat kan niet iedereen. Want uh, de, 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 de stap terugzetten is niet altijd makkelijk. Uh, 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 maar ik, ik, kan dat, ik, ik kan dat wel. Ik, ik kan ook afzien van, van publiciteit en noem maar op. Ik, dus ik heb uh, toen nog, uh, nog een hele periode weer in de, in, in, in de, in de Kamer gezeten. Totdat ik, ik was toen 64, toen zei de partij. De volgende uh, ronde duurt vijf jaar. En je zit er al bijna vijftien jaar in. Ja, dan zit je twintig jaar in de Kamer. Wordt dat niet wat lang? Dus toen hebben we in goed overleg gezegd. Nou, ik, ik, ik ga wel eens wat anders doen. Dus toen ben ik uh, gestopt. En dat heeft uh, een half jaartje uh, geduurd. Door, en dan heb ik mijn spullen eens dus even kunnen opruimen. En toen werd ik gevraagd of ik, of, dat is de eerste keer, of ik waarnemend uh, burgemeester wilde worden. Uh, Wim van der Donk heeft mij toen gevraagd en toen ben ik waarnemend burgemeester geworden in Bernhezen. Ja. En toen ik bijna klaar was in Bernhezen, kreeg ik een telefoontje van de minister van Binnenlandse Zaken. En die zei: Kun je me helpen? Uh, uh, want ik heb iemand nodig voor waarnemend commissaris in Utrecht. Gaat dat zo? Ja. Gaat dat zo? Nou, je brengt Den Haag wel dichtbij, hè? Ja, ja. Dichtbij. Heerlijk. Eh, hoe heet dat? Eh, eh, maar dat zijn allemaal alleen maar waarnemende functies, hè? Eh, want uiteindelijk bij een permanente functie is het de, de, de gemeenteraad of de provinciale staten. Of, dan, 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 dan komen er veel meer mensen aan te pas. Maar die, die waarnemende functies, ja, dat, dat moet van de ene op de andere dag al ingevuld worden. Daar kun je niet de hele wereld bij betrekken. En... Eh, het aardige was wel dat uh, toen ik daar eenmaal een, een tijdje waarnemer was uh, en ik mee gesolliciteerd had toen de vacature al geopend uh, was uh, dat ze zeiden uh, uh, blijf maar en toen ben ik, uh, heb ik alsnog een kroonbenoeming gekregen. Een kroonbenoeming? Ja, oh, heet dat zo? een kroonbenoeming dat wil dus zeggen dat het kabinet je benoemt en dat je beëdigd wordt en, uh, bij, uh, bij de koning. Door de koning, in handen van de koning. Ja. Als jij nou s'avonds in, 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 in je bed kruipt, wat, wat denk je dan? Wat heb ik meegemaakt vandaag? Ik heb een ongelooflijke carrière uh, gehad. Vanwege wat ik heb mogen doen, maar ook vanwege wie ik allemaal ontmoet heb. En waar ik allemaal geweest ben en, en waar ik me mee heb mogen bemoeien. Uh, 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 dat, is, uh, dat is echt heel bijzonder die vraag, wat was nou het leukste, want dat vragen ze vaak hè. wat was nou het meest opmerkelijk aan al deze functies? Want je bent ook nog waarnemer in Germ geweest ja. en, en, en 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 nou nou dan weer hier, maar dat laten we dit er even buiten. Uh, van die, die die functies die zeg maar die we net behandeld hebben, wat was nou het meest opmerkelijk? Ja, um. Ik, ik, ik krijg natuurlijk vaak van, van, van laat ik zeggen, de, 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 dit soort vragen of ik, of ik het zou kunnen vergelijken. Het opmerkelijke is dat ik ze allemaal gehaald heb. Eh, maar wel in, op, een, op een moment dat ik er aan toe was. Je kunt niet op je dertigste eh, de, de commissaris van de koning worden. Eh, en, eh, dus het, 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 het volgde op. En dat en lijkt dan niet te stoppen. Want Iedereen dacht: Nou, nou is hij 74, dus nou zal die wel een keer stoppen. Ja. Uh, ik, ik, kan nog, ik, ik doe nog steeds een aantal bestuurlijke dingen en, en... Ja, Dan moet je me toch eens even uitleggen. Hoe hebben ze jou dan toch voor balletzaken gevraagd? Ah, 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 ah. Oh, je hebt je, je, je huiswerk goed. Ik helemaal <laughs> Je hebt je huis, huiswerk goed gedaan. Op enig moment werd ik gevraagd of ik voorzitter wilde worden van de raad van toezicht van de balletschool de Stilte in Breda. En, en daar heb ik goed over nagedacht en toen heb ik gezegd. Als jullie een bank zouden zijn, dan zou ik nee gezegd hebben. Maar ik weet zo weinig van ballet. En ik weet voldoende van toezicht. Uh, uh, dat, uh, dat ik zeg ja. Want ik vind altijd dat in dat soort nevenfuncties moet je wat geven. Maar je moet er ook weer wat bij leren. Uh, je moet er ook. Ja, en. en dus tegenwoordig doe ik dingen die, die ik vroeger absoluut niet deed. Ik ga naar première's van balletvoorstellingen. En, oh god, prachtig, prachtig. Hoe, al die functies, al, die, al die, die locaties, al die werkplekken, dat betekent er misschien ook nog wel eens een keer verhuizen links en rechts. Of heel veel weg. Hoe vond je gezin dat? Uh, 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 ik heb, ben op zichzelf niet zo heel erg veel verhuisd. Ik ben al. al, al Redelijk vroeg in Marhezen blijven wonen. Maar het is wel zo dat ik in die periode dat ik in Den Haag zat. en dat is toch ook 15 jaar. Dat ik, dat ik daar een appartement had. en dat ik in het weekend weer in, in Brabant was. En in de periode dat ik commissaris was. woonde ik officieel. Uh, uh, dus ik was ook ingeschreven. in de provincie Utrecht. Maar uh, ik had mijn huis nog. dus het weekend was ik ook vaak uh, uh, hier. Voor um, mijn uh, 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 gezin heeft het, uh, heeft het voor- en nadelen gehad. Um, uh, de, het leuke is dat mijn kinderen op jonge leeftijd dingen hebben meegemaakt die andere kinderen nooit zullen meemaken. Ik. Uh, was op enig moment met mijn uh, de, de oudste dochter, en dat, de, de, die kwam toen nog niet eens boven de tafel uit. Um, uh, was ik bij Indo-Brabant. En ik was er kwijt. Dus ik uh, begon me ongerust te maken. En hij uh, en, uh, en, en, en zei: uh, Ja, ik moet zoeken, want ik ben mijn dochter kwijt. Um, die heb ik teruggevonden, want die zat met, uh, met die van Vol van uh, de heer Van Vollenroover te praten in de, in, in, de, in de box waar de koninklijke familie zat. Uh, um, en uh, waren was aan het uitleggen hoe dat daar ging met dat springen van die paarden, want dat wist zij. Um, en mijn uh, jongste dochter, die moest op een gegeven moment uh, uh, een, voor, voor in, in de achtste groep van de, van de lagere school uh, uh, een, uh, een interview houden. En die zei tegen een paar klasgenootjes, kom, we gaan de burgemeester interviewen. Ja, zei, ze, de kinderen, dat kan toch niet? Ja, zeggen ze maar, die ken ik. Dus die belde de, de, de burgemeester op. En, en die zei, uh, mag ik u komen interviewen? Dus, uh, dus het, het, het heeft voor de kinderen wat, leuk, wat, wat opgeleverd. Mochten ze ook mee als jij bijvoorbeeld werd uh, ingewijd uh, door het commissaris van de koning? Ja, ja. Mochten ze dan mee? Ja, ja. niet, uh, niet uh, bij de koning. Niet, uh, niet, in, uh, uh, niet op het paleis. Maar uh, de, ze zijn later wel... Uh, als ik geïnstalleerd werd uh, in, in de gemeenteraad en zo, dan. Van uh... stoeren. Ja. En dan win jij een prijs. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat is maar goed ook: <laughs> de Eerste Hoffelijkheidsprijs. Ja. En, en waar heb je dat nou toch vandaan? Of hoe komen ze erbij? Bestaat het nog? Nee. Uh, hij is twee keer uitgereikt. Uh, het, het was een initiatief van de Christenunie. Die zeiden: Het verruwt zo in Den Haag. Uh, laten we uh, eens een prijs uh, 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 hebben. Uh, waar mensen die opvallen. doordat ze uh, aan die verruwing niet meedoen. laten we die eens in het zonnetje zetten. Dus op enig moment. s'avonds heel laat. vlak voor een reces. zei Gerry Verbeet. Ik, ik, ik moet nog even uh, wat doen. want. Uh, we hebben vanmiddag een prijs toegekend. Oh, iedereen ging zitten. We gingen opnieuw zitten. En ik werd naar voren geroepen en, 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 en ik kreeg, een, ik kreeg een of ander wisselbekertje mee. Maar het ging natuurlijk om het verhaal. Um, dat is later, een jaar later, nog eens gebeurd. Uh, een, 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 een oud collega van, van de SP heeft hem, uh, heeft hem gekregen, Jan de Wit. Um, maar het was goed bedoeld. Maar het had tegelijkertijd ook iets, ook iets trutters, om het maar zo te zeggen. Het had ook iets dat, dat het. Dat lang niet iedereen. Ze hoeven het mij niet toe te kennen, was, het was meestal de, de, de uitspraak van collega's. Maar uh, in deze tijd, want het is veel verder verhuurd dan het in mijn tijd was. Uh, zou het er eigenlijk best wel weer kunnen zijn. Uh, uh, want je kunt, het hoeft niet ruw te zijn. Je kunt ook goede debatten voeren. Je kunt ook goede omgangsvormen hebben. Je kunt ook fatsoenlijk blijven en toch je punt maken. Ja. Ik ga nog even door, want uh, daarna we de carnaval. Dan zie ik een een stuk in de krant. Willy van Beek voelt een klik met bladel. En dan ben ik hier bij het sleutelafhalen en dan open jij de show. Tussen honderden mensen, met een partijtje, ik denk, dit is Amsterdamse humor wat hij daar nou doet. Want hij zegt, voor degene die niet weten hoe een raadsvergadering eruit ziet, zo. Ik denk, dit is hem, dit is hem. En ik kijk, mijn vrouw, die stond achter mij, ik zeg, dit, dit, dit is hem. Wat moet dat kleding passen, wat moet dat lachen zijn geweest? Ik kwam naar een van de figuren met allemaal van die kleren en die moesten we allemaal aantrekken en nee, ik vond het geweldig. Ja, ja, nee, dat vonden we zelf ook <laughs> um, en het is uh, geheel de eer aan de secretaresses die, die dat voor ons, uh, ja, goud, die voor ons geregeld hadden. En uh, bekeken hadden we voor welke mate ze mee moesten nemen. Um, nee, um, kijk, ik, ik heb het carnaval niet uh, in de genen zitten. Uh, oh, maar kom op, kom op. Nee, je, ja, je mag geen nee zeggen, je mag geen uh, nee. zeggen. Nee, nee, maar wij Amsterdammers, zeg ik dan, hebben het niet, hebben het niet in de gene zitten. Maar uh, uh, ik heb natuurlijk wel in de loop van de jaren uh, wat bijgeleerd. Uh, dus wat dat er gaat, uh, uh, ik heb een prima avond gehad. Ik vond het, vond het uh, ontzettend gezellig. Je zei daar nog iets, en dat raakte mij heel erg diep. Want... Ik was net twee dagen daarvoor bij iemand geweest die jij heel goed kent. Jij zei: Je bent, je bent trots op de feestelijkheden. Eh, op, 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 op organisaties die feestelijkheden organiseren voor vooral langdurig zieken. En op mensen met een beperking. En laten wij nou net twee dagen daarvoor. ...in Walden bij Marcel Oosterveer geweest zijn. Ja. Omdat wij bezig zijn met een programma over mensen met een beperking. En ik wilde zo graag weten van hoe zit dat met iemand met een visuele beperking? En waarom doe jij mee? Hij zegt, ik doe mee om de kijker te laten zien... ...dat je zelfs met een visuele beperking burgemeester kan worden. Marcel en ik kennen elkaar al heel lang. Uh, want ik kende ook zijn vader, uh, of ik ken ook zijn vader uh, uit, 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 de, uit de politiek... Um, en ik heb er een hele grote bewondering uh, voor, dat je inderdaad in, onder die omstandigheden toch dat ambt uh, vervult. Um, ik ben alles bij elkaar 13 jaar uh, voorzitter geweest van wat toen nog heette Eckerdal. Okay. Uh, de, de, daarvoor was het Jozefdal, Eckerdal en later is het gefuseerd en zijn er allemaal organisaties bijgekomen. Uh, een, een tehuis uh, waar geestelijk gehandicapten uh, wonen uh, en als je daar dertien jaar lang voor geschouwd hebt ja dan, dan blijft dat, uh, dat blijft in, in je zitten, dat, uh, daar, uh, uh, dat, was, dat was heel bijzonder om mee te maken. Nou, dat merken wij bij die interviews die we doen ook. We interviewen steeds mensen met, met uh, ja, allerlei soorten beperkingen. Ja. Dan zit je ook af en toe te kijken van: Goeie uh, dag, zeg. Nog even dit. Uh, heb, heb jij nou een soort bucketlist uh, voor de maanden dat je hier waarnemer bent? Hey, dat is uh, de, de goed dat je, de, dat je die vraag nog even stelt. Want, uh, want de, de, dat, dat kan ik dat ontkennen. Want dat is nou ook niet zo. Ik, ik heb geen opdracht. Het is ook niet zo dat ik, dat ik de opdracht heb iets, iets, iets te regelen of, of, of wat te doen. Uh, waar het om gaat is, uh, de vacature hier valt midden in de bestuursperiode. En uh, het zou echt heel zonde zijn als, als het hier tot stilstand komt. Omdat iedereen gaat zitten wachten tot er een nieuwe burgemeester is. Uh, uh, dus het, het, voor de ambities van het college. En het collegeprogramma, zoals ze dat geformuleerd hebben, maar ook de ambities van de gemeenteraad. Is het gewoon goed dat we op stoom blijven? Dat we doorgaan? Want het is juist omdat, als het helemaal aan het begin is of helemaal aan het eind van de bestuursperiode. maar het is midden in de bestuursperiode. De jaren van het oogsten, die komen er nu aan. Dus dat moeten we. Maar het is nog wel even iets meer dan op de winkel passen. Nee, zeker. Ik, eh, 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 dat heeft ook met mijn karakter te maken. Ik, eh, ik, ik ben niet goed in het op de winkel passen. Ik, ik ben meer, ik wil graag ik, ik wil graag wat doen. Nog een boodschap aan de campernaren? Misschien een quote zelfs? Nou, een quote weet ik niet. En, en, maar maar uh, um, um, ja, ik kan maar één ding zeggen. We, wees vooral ongelooflijk zuinig op die campen. Want het is natuurlijk een fantastisch mooi gebied. Het is, hier, het is hier prachtig wonen. Het is heel mooi recreëren. Maar tegelijkertijd zie je ook dat. dat, dat als je ziet wat er de afgelopen 10, 15 jaar. allemaal al industriële ontwikkeling geweest is. Ja, dat, 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 daar sta je ook van te kijken. Dus ja, het is een heel mooi gebied. En om daar. Dat ik zeggen zorgvuldig mee om te gaan. Ja, dat is, uh, dat, dat is besturen. Dat zijn politieke keuzes. En uh, dus wat dat er gaat, is, uh, de, de, als het een beetje mee zit, dan gaan er, gaan er in dit gebied de komende 15 jaar veranderingen plaatsvinden. Waar het natuurlijk gewoon fantastisch is om aan mee te werken. Maar ook om, 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 om maat te houden. Om te zeggen van dat wel en dat niet. Even, nog even zelf op. Op welk gebied veranderingen. Nou, als het inderdaad zo is dat de industriële ontwikkeling in, in, in Veldhoven. Uh, het is voor de televisie, hè, dus ik mag geen namen noemen. Uh, uh, dat, die, um, dat, 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 dat die in deze omvang doorgaat. Dan heeft dat consequenties voor het aantal mensen wat hier komt studeren, het aantal mensen wat hier komt werken, mensen die hier willen wonen willen recreëren, uh, alle medische voorzieningen, alle, alle, nou, alle voorzieningen. En uh, de, de gemeenteraad van, uh, van, van Blauw heeft daar een, ook, ook de eerste uitspraak over gedaan. Hè. denken de komende jaren toch zo'n 2900 woningen bij te kunnen gaan bouwen. Uh, maar ook alle voorzieningen die daarbij horen. Uh, uh, want je hebt niks aan een huis als er ook niet een huisarts is. Of een tandarts. Of sportvoorzieningen. Kortom, uh, 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 En dan toch zorgen dat het, uh, dat het gebied herkenbaar blijft, dat de kleinschaligheid gekoesterd wordt, dat, uh, dat, het, dat het nog steeds fijn is om, om, om hier te wonen, uh, uh, ja, dat is toch heel mooi om daar mee te werken. We hadden gezegd, het zou een intermenselijk interview zijn, maar je begint bijna inhoudelijk te worden. Hè? Nee, nee, maar ja, de, 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 ik ben natuurlijk toch een uh, politiek dier. Hartelijk bedankt. En alle succes. Graag gedaan.